Ja, ja, ja. Ik ben hier met Paul. En we gaan lekker Battlefield spelen. Ik heb Battlefield gisteren gekregen van de EA. Paaltje ook, hè? EA Sports in the game. En we gaan lekker Battlefield spelen. Eindelijk, hij is uit. En we hebben een paar potjes al gespeeld. Beetje TDM. En we spelen hier op Empire's Edge. En ik speel dan met de medic-klasse. Paul, speel jij ook met medic? Nu is Sol, maar ik ga Sol wisselen deze muk. Dus kijken welke map dit ook weer was. Maar dit is echt voor medic, ja. Ja, oké. Okay. En nou, tot nu toe. Eigenlijk staan we elk potje MVP. Wij. Maar we verliezen wel 3 op rij net of zo. Maar... Ja, dik. Maar, ja, dat, ja. Maar ik heb ook solo gespeeld, dat ik hetzelfde. Het is echt heel erg gewoon. Oh, even. Waar ben je, Paul? Oh, je gaat hier binnen. Ik ben hier nooit geweest, joh. Ik heb deze map heb ik 1 keer gespeeld. Als je dus, je moet opletten, als je dus een masker op hebt, moet je hipfire, hè? Ja, 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 ik zag het, ja. Ja, ja, je kan een gasgranaat tegen krijgen en dan moet je hipfire. Verder is het gewoon Battlefield, ja, ik vind het echt een fucking vette game. Oh. Ik ga proberen te healen. Het is een leuke map dit, maar niet de mooiste map. Oh, we zitten hier in een squad met anderen. We moeten eigenlijk even zeggen, daar kunnen we gewoon... Je bent on the fire. Kan ik bij spawnen? Nu wel. Ah, nu kan ik het niet meer, nu kan ik het niet kiezen. Nu wel, oké. Okay. Oh, ik spawn met een ander. Oké, maar ja, dichtbij in ieder geval. Oké. Okay. Waarschijnlijk kon het toch net niet, dan zetten ze me er vlak achter. We spelen natuurlijk met een squadje, tenminste we zijn nu met z'n tweeën. Hè. Vanavond ga ik trouwens live streamen, dat wil ik nog doorgeven. Vanavond om rond een uur of 9:30. En dit was gewoon slecht, Chris. Dit ook, ik ben ook wel kutten nu. Dat is altijd zo, hè, dat je dan kut gaat, natuurlijk. Maar je moet, ja, ik heb wel inderdaad gewerkt wat Paul al zei. In zijn video is dat je echt je aim spot on moet zijn. Want yep. Vooral met die Barrett waarmee ik speel, die standaard Barrett. Ik weet nog niet echt precies de wapens natuurlijk uit mijn hoofd. Waar ben je, Paul? Je speelt met de Sayregotti Factory speel je, als het goed is. Waar ben jij trouwens? Wie? Ben thuis gewoon, jij toch? Maar zitten wij wel in squad? Ja, we zitten wel in squad, maar ik zie geen... Ik ben even mijn wapen, ik sta even stil. Oh, vandaar. Waar ben je hier op de map? Ken me op, maar ik weet niet op welke het is. Hallo. Ik ga wel gewoon spelen. Oh, zit die... Oh. Ik ben nou wel gespawnd, maar ik sta echt oud op de map bijna. Even een granaatje gooien daar naartoe en hopen dat ik een kill... Enemy hit, 103. What the fuck? Pardon. Oh my god, ik ben geknifed. Dat is wel een mooie animatie trouwens, hè? Dat... Ja, dat knife is heel vet. Ja, dat is wel vet. Toen is het ook echt heel vet. Ja. Oh, ik werd echt oud op de map gespawnd bijna. Ik word al meteen beschoten. Ken ik niet bij het joinen? Ik zie je knipper op. Je under fire. Ja, dat ik beschoten word, ja. Ja. Val je aim. Ik had die ene gast er bovenop. Ja, waren twee, hè? Nou, voor de duidelijkheid trouwens, het gaat gewoon tot 100 natuurlijk. Dat lijkt me niet zo heel moeilijk om uit te leggen. 100 kills maken heb je gewonnen. En wat zijn die kids eigenlijk? Ik weet het nog eens, jongen. Je ligt in de map, dat is een kit. Dan heb je zo'n poppetje met extra armor. En dan heb je een sentry gun in je handen, zeg maar. Oké. Op zich zijn ze iets OP, maar het valt mee. Het is gewoon, ja, je moet even... Als je solo tegen zijn gast komt staan, ga je waarschijnlijk wel dood. Dat is het enige kutte. Oh my god. Ik ging dood binnen. Ik had helemaal niet opgelet. Ze zitten toch wel binnen, ze gaan toch naar assault switchen. Omdat ze toch wel veel binnen zitten. Hier zitten er 3 binnen, waar we net waren. Ja. Of zoiets, 3. Ze spelen toch met veel binnen, dus dan kan je gewoon assault pakken. Central pit is located in your area. Paul, slecht! Wacht, Paul. Oh! Lul! Ik kon je reviven. Ja. Cassetta medica, rimettete in sesto. Oké. Dat is het verschil met Call of Duty, bijvoorbeeld hier speel ik echt samen, want ik spawn bij je. We zijn continu, we kunnen in principe de hele match bijna samen zijn met elkaar, snap je? Shut up. Ik heb damage, ben je in de buurt? Ja, hier. Oh, even een spek hierin. Ecco, cassetta medica. Cassetta medica. Oh ja. Geen Italiaan, hè? Ja. Oh, hij zit er nou in te kennen. Nou, is het beter als ik geen assault had. Want ja, ik kan niet namelijk bovenop. Je moet even hier omheen lopen. Volg je mijn bal? Nee, ja. Hey, hoe zeg je hier omheen lopen? Halfway there, ik heb amper kills gemaakt, man. Bovenop! Ik heb een face heal me. Oh nee, voor! Oh my god, 72%. Ja, en ik ben dat zijn echt 3 kogels of zo, of 2-3 kogels die ik met dat ding erin pomp, zeg maar. Want ik heb wel vaker 72 punten gekregen.
Oh man, ik kill nog twee. Ik heb 9% health en ik kill 2 man op mijn pistool. Ben je? 3 man. Mijn pistool only, hè? 4 man. Wow, bitches. Pistol only, hè, dit. Oh my god. Wat een only. Overkant, aan de overkant, overkant. Ja, werk, maar ik heb damage. Oh. Moet reloaden, bedoel ik eigenlijk. Zit hier eentje beneden of zo? Oh my god, ik ben aan het mayhem, jongen, dat wil je niet weten. Vis, je moet healen, geef me even een healshit. Ja, maar Paul. Squad heal shit, heal shit. Heal shit, Vis, heal me. Ja, ik heb hier. Heal, hier. Ah, niet op mij komen. Oh fuck! Oké. Worden geflankt, hè, zometeen. Ja, geflankt! Ja, nu al. Geflankt. Oh, je kan door dat, die muur kan je heen kijken, hè? Aan de zijkant zag ik. Ja. Dat wist ik niet. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Oh, zo vet. Ik was dood, ik had 95% damage gegeven. De kill team krijg ik nog een 6k aan de skill, hè. Dus je hebt er echt bij mijn kills erbij. Nu heb ik 13-5, oh, ja. Verkeerd, ik deed vooral niet bij de squad. Oh, content, nee, net niet dood, maar ik heb heel veel damage. Oh jee, nou heb ik geluk. Ik heb 75% health. 84%, hè? Ik had een heel rood scherm. Paul? Ja? Oh, ik ben bij je, ik ben binnen alleen. Ja, we moeten weer, zitten weer daar. Die deur open doen. Oh, ik ben bijna dood. Oh. Paul, healen. Mop. Ik denk alleen dat mijn sensitivity nog iets omhoog moet, maar... Vis, joem even. Je speelt assault, hè? Ja. Oh. Ja, het is al moeilijk om te beginnen. Die gun is gewoon zwak. Je moet gewoon echt je shots timen. Nu duels. Ah, fuck, wat slecht. Assist kan ik heal. Jij krijgt de kill, hè? Ja, want ik krijg een squad, assist, counter skill. Okay. Krijg jij hem kill. Dat is altijd goed, natuurlijk. Dat gaat hard, man, deze... Nee, ja, maar dat is het leuke. Battlefield houdt niet van die battles van 50 minuten, hoor. Dat maar ik, man. Nee. Maar kort en krachtig. Ja, moeten... Ja, kort, ja. Dat vind ik... Ik kan zeggen, joh, het is best wel hectisch, dit. Het is niet saai, zo. Nee, dit is niet saai, nee, nee, man. We hadden net Sina... Tenminste, Sina is Desert, was het toch? Ja, dat is de kutse map. De beta map. Dat is alles slechte map. Hij ziet er super slecht, maar bedoel, in de game vind ik het slecht. Zelfs als Team Netflix zo, dan zou je zeggen, nou maakt niet wel uit welke map nou. Dan is hij ook gewoon het minst, hoor. Ja. Voor de duidelijkheid trouwens, wij zijn meer van de... Van de... Ik heb weer healing shit nodig, dat is helemaal gek, man. Oh. Cassetta medica, eccolo. Oh, Andere kant. Ja, ik moet healen. God, kan leren, zeg hij. Oh, je. 1% heb ik, hè? 1. Oh, lekker is dat, hè? Lekker als je balletje weer omhoog zit. Hij zit helemaal achterop, eentje. 2. Jezus, maar daar zitten ze, ja. Kan ik een granaat gooien? Nee, ik heb geen granaat meer. Kijken. Oh. Ik ga er weer in. Jezus, mensen. Oh, Paul, je wordt geflikt. Achter je. Ik heb hem, got him. Hij zet er nog meer komen, want als iemand bij hem gespawnt is, net, squad, healen, nee. Oké. Okay. En doorgaan. Ik ben er binnen gegaan. Ja. Weer flanken. Oh, sniper aan de andere kant. Oh. Wow. Tegen 79% health eraf. Oh, en ik word geflankt. Ik let niet op, Chris. Hmm. 78% had ik iemand, dat is toch al genoeg, moet je zeggen. Ik spawn even bij je. Maar ik ga weer flanken, doorflanken. Oh, wacht, achter me. Oh, jezus. Kom dan. Oh my god, jij moet even healen. Hij zag killt iemand anders van ons. We zijn er bijna klaar, joh, met ziel. Ja. Ik ken ook niets. Ja, het is hoe lang duurt een wedstrijd? 12 minuten, hè? Dus... Hoor het muziekje al. Shit, dit is wel echt een game waar je echt oorlogsgevoel in hebt. Ja, we lopen helemaal verkeerd. Ja. Maar ja, we zien dus wat van de map. Ja, kan je hier overheen? Nee, ik dacht ook niet eens. Nee, dus die kunnen ook niet langs. Dus, ik doe niet meer mee. Final kill ga ik niet maken, ofwel, hier nog even op. En dan meteen een knife kill, hè? Als final. Nee. Win one game on... Empire's Edge. Ja, ik heb trouwens een challenge voor. 100 tegen 79.
Nee, heel... we winnen dikker hoor. 149. 40, ja, ja, wel zeg maar. 70, hoe kom ik 79? Oké. Okay. Met zijn bonus kick. Ja, 1.5. Eet je 24-3 bij ons, die gast. 24-3. En ja, ik weet nog eens wat ik heb nu. Maar... 7-6. We hebben weer de healer geweest. 7-6? Wat voor je gevoel heb je heel veel gedaan, hè? Voor mijn gevoel heb ik echt 50 kills. Nee, dat is niet waar. Kijk, squad score. Ja. Ik heb niks. En dan bij squad hebben we onze squad of samen 2.0 ratio. We hebben de best heals, best kill assist. Hebben. Dan heb jij waarschijnlijk ook veel assist gehad. Ja, ik heb wel aardig wat assist, ja. En ik heb dan 15-3. Want kijk, 15, je zit ook waarschijnlijk... Hier, ik ben wel vijfde. Hier, eentje met 13-6 is onder me. Ja, ja, nee, je gewoon, ja, maar je moet ook bij zijn healen. Dat kost je ook tijd elke keer. Het kost wel tijd, ja. En ik heb je een paar keer gerevived. Ja, zeg ik, revive en healen. Ja. Okay, oh ja, nou, ja lekker. 7-6. Het is gameplay, toch? Gameplay is gameplay. Jongens, ja. Later.